In deze aflevering van Tiel aan tafel nu Sandra van Leur. Sandra, van de Wensboom ben jij, hè? Ja, ik ben van de Wensboom. Zo was het voorheen. Mm-hmm. En maar sinds 2 jaar heet het de Kerstboom Tiel vol Lichtjes. De Kerstboom Tiel vol Lichtjes. Vertel. Ja. De Kerstboom vol Lichtjes is ooit ontstaan door een idee van Joris Kerstboom in Den Bosch. Zelf een foto ingehangen van mijn overleden zus. En toen dacht ik, dit moet dichter bij huis kunnen. Ik kom van Tiel. Ik ben geboren en getogen Tielenaar. Ik wist dat er een kerstboom stond in de binnenstad. Dus ik denk, dat wordt mijn boom. Ja, die boom staat op de Groenmarkt, hè, al jarenlang. Ja, dat zou nu het 7e jaar zijn. En hij staat er. Mm-hmm. Alleen we staan er dit jaar niet fysiek bij. Je hebt het al eens een keer eerder verteld op de televisie. Maar het verhaal blijft natuurlijk mooi. Ja. Misschien is het mooi het verkeerde woord. Mm-hmm. Maar jij wilde een boodschap achterlaten voor jouw zus. Ja. Ja, ik wilde... Ik heb toen in de Joris Kerstboom in Den Bosch heb ik een foto daar geplaatst. Daar mag je een foto in plaatsen van mensen die er niet meer zijn of mensen die ziek zijn. Ik heb dat gedaan en dat gaf mij zo'n goed gevoel dat ik toen dacht, dit moet dichter bij huis kunnen. Nou, hoe mooi is dat dat je dat in je eigen woonplaats kan doen. En die boom stond er door de gemeente. En ik heb de gemeente gewoon gevraagd, mag ik die boom omtoveren tot mijn boom? En dat was dus eerst de wens- en herinneringsboom van Tiel. Dan moet ik heel goed gaan tellen. Hè? Ik denk 4 jaar geleden de Joris Kerstboom geweest. 2 jaar op rij door de KRO en NCRV. Uh-huh. En sinds 2 jaar is het weer gewoon mijn eigen boom. Met mijn gevoel. Die ik over wil brengen naar de anderen. En die, iedereen mag daar zijn eigen foto, herinnering, wens in die boom plaatsen. Was dat concept van de Joris Kerstboom, was dat geen succes? Of gingen die een andere weg op? Of hoe is dat gegaan? Nee, het was een heel groot succes. Ik heb daar ook echt, de boom heeft echt 2 jaar lang echt mega vol gehangen. Alleen de Joris Kerstboom mocht niet commercieel. En ik moet het van de sponsors hebben en de mensen om me heen die mij willen helpen. En dat mocht niet en ik mocht dat niet uiten. En ja... er stonden andere, ze noemden dat de Joris Angels, die stonden erbij. Die moesten de mensen aanspreken, dat waren studenten. En ik wil de studenten niet zeggen dat ze slecht zijn. Maar mijn vrijwilligers zijn allemaal mensen die allemaal iets hebben meegemaakt. En die zich goed kunnen verplaatsen in de mensen. En dat misten wij op dat moment heel erg. En niet, dus het gevoel? Het gevoel, het is puur het gevoel. En toen heb ik eigenlijk gewoon weer gezegd, ik ga het gewoon weer zelf doen. Want het is mijn gevoel wat ik over wilde brengen, wat mijn vrijwilligers over willen brengen. En dan is het gewoon weer puur zoals het was. Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn er nou bij betrokken bij die organisatie van jou? Ja, niet zo heel veel. Ik ben natuurlijk in principe alleen, maar ik heb natuurlijk wel een scala aan vrijwilligers. Die staan nu dit jaar en volgend jaar een beetje op ongeveer 10 vrijwilligers. Oké, okay, dat is toch een behoorlijke club. Ja, en dan heb ik wat, wat winkeliers of horecaondernemers die mij ondersteunen. Alleen we doen natuurlijk nu niks, dus die zijn nu wel, die weten dat we nu niks doen. Maar die zijn er wel weer bereid toe als we volgend jaar wel weer mogen. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Ik weet alleen nog maar van dat je op een briefje een wens kon schrijven en dat met een soort strikje erin kon hangen. Ja, en dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje het concept. Alleen normaal gesproken staan wij als vrijwilligers erbij en luisteren wij naar de verhalen van de mensen. Kunnen wij de mensen ook een arm om hun heen slaan om ze even te troosten. Dat kunnen we nu door corona helaas niet doen. Mm-hmm. Maar in principe bieden wij altijd iets aan waar je een foto op kan plakken of waar je iets op kan schrijven. En dan kun je dat in een boom plaatsen. Dat was allemaal geregeld dit jaar, maar coronaregels die gaan gewoon eigenlijk het doel van de boom voorbij. Dus dit jaar doe ik eigenlijk de oproep naar iedereen. Maak iets thuis, al is het een papiertje, een foto, lamineer het, al doe je het in een fles. Ga naar de boom en hang het erin. Want wij zijn er nu niet, maar die boom is er voor ons allemaal. Zo simpel is het. Zo simpel is het. En die boom die staat er inmiddels al? Ja. De eerste heb je weer opgehangen samen met, want dat is ook een traditie, met burgemeester Beenhakker, geloof ik. Die staat er inderdaad. We hebben de eerste foto's en herinneringen hangen in de boom samen met burgemeester Beenhakker. Ja. En jij hebt dan de eerste wens gehangen? Jazeker. En dat is weer voor jouw zus? Ja, absoluut. Ja, dat is een traditie en die blijft. En daar ga ik niet van afwijken. Nee, dat snap ik. Wat doet het persoonlijk met jou? Heel veel. Het geeft me ergens rust. Het geeft me een goed gevoel. Een fijn gevoel. Het gevoel dat we het samen kunnen doen. Natuurlijk met mijn vrijwilligers, maar ook voor de mensen die allemaal daar iets in de boom hangen. Het is saamhorigheid, allemaal even hetzelfde willen delen. En of dat nou iemand is die er niet meer is, of iemand die ziek is, of iemand wenst dat de corona weg is, wat ik heel goed kan begrijpen. Het is allemaal een gevoel. Ja, het spreekwoord gedeelde smart is halve smart, dat
Dat is ook echt zo, hè? Ja. En dat geeft mij, ja, ik kan er alleen maar heel trots op zijn, om zijn. Ik kan er emotioneel om worden. Maar trots is wel het grootste woord, zeg maar, met mij doen. Ja. Hey, veel succes natuurlijk weer dit jaar. Fijn dat je zo'n initiatief weer neemt om dit te brengen in Tiel. Ja. Op de Groenmarkt in het centrum van de stad. Ja, dat klopt, helemaal. En iedereen kan daar gewoon terecht. En iedereen kan daar terecht op zijn eigen moment, op zijn eigen manier. En hang gewoon alles wat je in die boom maar wil plaatsen, hang dat er gewoon in. Ik zei wensboom, maar wat was nou ook alweer de officiële naam? Kerstboom Tiel vol lichtjes. En zo is het. En zo is het. Mag ik je danken voor het gesprek? Heel graag gedaan. En ook bedankt.